Jongen op een berg. Eens het verhaal begonnen was, kon ik niet meer stoppen met lezen. Je leest de eerste paar pagina's, dan waren er al zoveel onopgeloste vragen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik verder ben gaan lezen. De schrijver van dit meesterwerk, een Ierse man genaamd John Boyne, je kent hem misschien ook van zijn verschillende boeken The Boy in the Striped Pyjamas. Zowel dit verhaal als het verhaal dat ik gelezen heb, gaan over de wereldoorlogen. En nu het boek zelf. Je begint het boek met een verhaal over een jongen van Parijs, Pierrot. Zijn papa had in de Eerste Wereldoorlog gevochten en heeft die overleefd. Maar de maman van Pierrot zei dat de oorlog alsnog zijn dood werd. Wat zijn maman daarmee bedoelde, wist de zesjarige jongen niet. Zijn papa stierf niet veel later. Hij werd overreden door een trein toen hij weer eens te veel had gedronken. Sindsdien werd het moeilijker voor maman om geld bijeen te rapen. Het was crisis in Parijs. En even later stierf ze ook aan een hersentumor. Pierrot had gelukkig nog een vriend, Angel, waar hij bij kon blijven wonen na de dood van zijn ouders. Maar daar moest hij weg na een tijdje. Volgens hem omdat hij geen Jood was, zoals Angel en zijn mama, maar volgens de mama van Angel omdat ze geen geld had. Pierrot werd weggestuurd naar een weeshuis, waar hij een jaar verbleef. Na een jaar kreeg hij tot zijn grote verbazing een brief van zijn tante die hij zelf nog nooit had gezien. In die brief stond dat hij bij zijn tante mocht gaan wonen in Salzburg. Dus hij vertrok met de trein naar Oostenrijk. Deze treinrit, wat overigens ook zijn eerste was, had hij niet zo positief ervaren. Zijn eten werd namelijk afgenomen en hij had bijna een vinger gebroken. Na een helse rit kwam hij toe op een onbekende plek, waar hij niemand kende en de taal amper sprak. Daar werd hij opgehaald door zijn tante. Ze bracht hem naar een groot huis, bovenop een berg. Het huis was niet van haar, maar van Hitler. Ze werkte er. Zijn tante zei Pierrot direct dat zijn naam nu Pieter was en dat hij nooit mocht spreken over zijn leven in Parijs. En zeker niet dat hij een Joodse vriend had. Anders zou Hitler vreselijke dingen doen, zei ze. Dit was nog maar het prille begin van een heel mooi verhaal. Ik kan iedereen aanraden het boek zelf te lezen en de avonturen van Pierrot te ontdekken. Zelf heb ik genoten van elke zin van dit prachtige boek.